We spraken vandaag over korter, slimmer en groener in die volgorde. Want als we die volgorde niet respecteren, riskeren we de file te elektrificeren. Wel, we hebben gezien hoe dat de reshoring vandaag misschien nog niet echt gestart is, maar dat er toch de eerste bewegingen daartoe gezet worden. En niet altijd in de meest grote vorm dat we kennen. Dus dat wil zeggen, we komen niet altijd massaal. Uh, ons goederen terug naar hier produceren. Maar dit gaat druppelsgewijs en dit zal nog een tijdje duren. Maar geopolitiek heeft wel degelijk vandaag invloed op onze supply chain. Slimmer. En slimmer is dikwijls het moeilijkste. Want groener worden, dat gaan we sowieso doen. Technologie gaat ons daarbij helpen. En spijtig genoeg zijn er veel die wachten op die technologie om te vergroenen. Maar er is een tussenstap, slimmer, slimmer worden en slimmer logistiek doen. Dat wil zeggen, we gaan meer met minder capaciteit moeten doen. En het grote probleem dat we daar hebben, is de samenwerking. Iedereen heeft hier duidelijk gezegd van kijk, ook de logistieke dienstverleners, we willen meer samenwerken. En dat is ja, een principe gegeven dat ze al een aantal jaren zeggen, maar telkens zien we dat ze er korter en korter bij komen. En vroeg of laat in de eerste, laten we zeggen, grote projecten zijn nu toch gestart, waar we zien dat logistieke dienstverleners wel degelijk beginnen samen te werken. En dit gaat heel belangrijk zijn, want dit gaat ons toelaten om, als we in de volgende economische heropleving gaan komen, want dat zijn we nu niet, we zijn in een economisch moeilijke periode, maar bij de volgende her economische heropleving zou het eigenlijk moeten zijn dat we. Een toename krijgen van volume zonder dat we een toename krijgen van de CO2. Dat zou de eerste stap en de eerste tekenen kunnen zijn van dat we slimmer aan het werken zijn in de logistiek. En als we dan, na slimmer en veel slimmer te hebben gewerkt, het aantal stromen kunnen laten afnemen, en we kunnen die, want tegen dan zal de technologie er zijn om snel en efficiënt te kunnen elektrificeren. Wel, als we die twee gaan combineren, dan denk ik dat we zijn waar we moeten zijn.